het hebben over de duwfase. En de duwfase is de fase onder water die begint na de trekfase en die eindigt wanneer je je hand uit het water haalt. Dus het is het stukje waar je onwijs veel kracht in kan zetten. En als je dit goed doet, dan kan je ook heel veel secondes winnen. Dus van je tijd afsnoepen. En waar let je dan op? Ten eerste let je op je handpositie. Je doet je vingers redelijk bij elkaar, zodat je zoveel mogelijk oppervlak hebt om daadwerkelijk je lichaam naar voren te duwen. De duwfase begint dus na de trekfase. En het is handig dat deze zo snel mogelijk begint, want je hebt namelijk veel meer kracht om te duwen dan om je lichaam verder te trekken. Dus met andere woorden, zorg dat je elleboog goed naar voren is, zodat je snel met je duwfase kan beginnen en dat deze ook zo lang mogelijk is. Dan bedoel ik niet dat je je helemaal moet doorstrekken en alle bochten moet wringen om deze zo lang mogelijk ook naar achter te doen. Want wanneer je dat doet, dan trek je je lichaam vaak scheef. Dus wanneer je dit doet, moet je gewoon je hand eerder uithalen. Het volgende punt waar je op kan letten, is dat je je handpositie goed houdt, ook tijdens het roteren van je lichaam. De meeste atleten zie ik dat ze hun arm vastzetten samen met hun hand. Dat betekent dat ze in het begin van de duwfase een hele mooie handpositie hebben en dat ze optimaal gebruik maken van het duwen tegen het water aan. Maar wanneer ze dan gaan roteren, dan gaat de hand ook mee naar achter. Dat betekent dat je uiteindelijk met dit vlak aan het stuwen bent. En dat is natuurlijk niet optimaal. Je kunt beter je hele handpalm tegen het water aanzetten dan alleen dit vlak. Wat je dan kan doen is vanuit je elleboog stuur je je onderarm die draaien naar buiten tijdens het roteren, zodat je altijd je handpalm naar achter hebt. Je kunt het heel makkelijk laten controleren. Vraag iemand aan de kant of ze je handpalm helemaal zien wanneer jij je hand uit het water haalt. De duwfase is niet de moeilijkste fase, maar het kan je wel dat kleine stukje snelheid brengen in je slag, waardoor je echt seconden van je 100 meter tijd af gaat snoepen. Ik weet wel dat triatleten nog langer zwemmen, maar de 100 meter tijd is een makkelijke tijd om te meten. Dus let daarop, je kunt je constante snelheid hiermee vergroten en ik wens je heel veel succes. Als je iets gevorderd atleet bent, dan kan je een heel klein stukje ruimte tussen je vingers laten, waar het water net een vliesje maakt, zodat je daadwerkelijk iets groter oppervlak hebt om te duwen.